Tijdens de WK-wedstrijden leeft iedereen natuurlijk erg mee op de tribune, thuis. Maar ik ben ook erg benieuwd hoe het gaat op de bank. Kun je daar eens een kijkje in geven hoe dat gaat? Nou, dat is heel, heel spannend. Wij gaan natuurlijk elke dag trainen met elkaar en we hebben allemaal hetzelfde doel. En als je ze ziet spelen, dan leeft zo ontzettend mee. Ze zitten compleet in die wedstrijd. En het is omdat je zelf natuurlijk niet echt in handen hebt, is dat, moet je de hele tijd gefocust blijven van wat is, je moet er misschien in, maar je moet ook je teamgenoten coachen en helpen. Dus het is echt heel spannend. En dan valt er zo'n doelpunt, een beauty ook nog eens. Wat gebeurt er dan op de bank? Oh, we sprongen allemaal op en ik wilde bijna het veld inrennen. Dat is echt een heel mooi gevoel. En aan de andere kant, het eind was natuurlijk hartstikke spannend. Wie zit er dan te nagelbijten, wie zit er te schreeuwen? Kun je ons eens meenemen? Het was zo dat in de tweede helft konden er 6 man warmlopen. Dus we gingen in groepjes warmlopen. Dus dan ervaar je het eigenlijk nog meer, want we stonden vlak achter het doel. Dus we probeerden Loes en de verdedigers vooral nog even aan te coachen dat ze nog vol moesten houden en die voorsprong vast moesten houden. Want we werden natuurlijk wel teruggedrongen in de tweede helft. Maar ondertussen moet je natuurlijk ook je warming-up doen. Dus dat is een beetje, je kan niet helemaal meeleven omdat je ook zelf klaar moet zijn voor als je erin moet komen. Dat is ook gewoon voor ons belangrijk, ook als wissels zijnde, dat je echt een team, een hecht team bent. Want ik bedoel, het moet allemaal staan, ook al kom je erin. Dus het was mooi om te zien inderdaad. We kennen de bondscoach als een hele rustige man. Is dat tijdens die WK-verscheiden ook zo, of is hij dan wel een stukje fanatieker? Jullie zitten er natuurlijk dichtbij. Nou, dan is hij wel een stuk fanatieker, ja. Vooral als hij iets wil veranderen, zeg maar, of aanwijzingen wil geven. Maar in de eerste helft was hij heel rustig, want het ging goed. En in de tweede helft kwamen we natuurlijk wat meer onder druk te staan. Dus dan wordt hij natuurlijk nog fanatieker. Maar iedereen op de bank, dus ook de staf, leeft natuurlijk enorm mee met zo'n wedstrijd.